GCI Unify hield vandaag de afsluiting van het GCI Green Ambassadors project, een educatieve speurtocht met milieuvragen en opdrachten. Het GCI Unify Green Ambassadors project is het afgelopen schooljaar gestart op de lagere scholen in heel Suriname voor de kinderen van de derde tot en met de zesde klas. Een milieuleesboek en bordspel zijn ontwikkeld en in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, afdeling Mediatheken, gedistribueerd aan de basisscholen in stad en districten. De kinderen hebben door dit bordspel en het leesboek op spelenderwijs over de vier thema's lucht, water, bodem en biodiversiteit geleerd. Het initiatief dat in 2010 is genomen door het GCI Unify bestuur heeft als doel een duurzaam effect te hebben op het milieubewustwordingsproces van kinderen. Tijdens de afsluiting hebben de leerlingen hetgeen zij geleerd hebben toegepast in de praktijk. Dit kwam tot uiting tijdens de speurtocht op het terrein van de Paramaribo Zoo, zegt Derek Kassandikromo van de organisatie. We hebben vorig jaar de Green Tools, dat zijn een milieuboek en een milieubordspel ontwikkeld, hebben we aan de scholen afgegeven, de scholen die een mediatheek hebben. En vandaag zijn we in de zoo om dat traject te evalueren, als het bewustzijn daadwerkelijk bij de kinderen is opgetreden. En wat wordt er daarna gedaan aan de hand van de evaluatie? In feite gaan we door met de evaluatie. Dit is onze eerste evaluatie. We willen gewoon dat het bewustzijn omtrent het milieu in Suriname wordt bevorderd. En het gaat hoogstwaarschijnlijk een jaarlijks karakter hebben. Hoeveel scholen hebben geparticipeerd aan het project? Aan dit eerste evaluatieproject doen 30 scholen mee. Waarvan elke school vier leerlingen heeft afgevaardigd. En tot nu toe is het al, je kan zeggen, succesvol? Ik moet zeggen, het is zeer succesvol. Alle scholen zijn aanwezig. De organisatie is top, dus ik kan zeggen, een groot succes. Aldus Derek Kassandikromo van GCI Unify. De organisatie hield vandaag ter afsluiting van het GCI Green Ambassador project een educatieve speurtocht met milieuvragen en opdrachten.